Donald Duck, het grote pizzaprobleem. Als de grootste misdaadbestrijder van Duckstad had ik inmiddels alle schimmige buurten grondig schoongeveegd. Maar nu was het tijd voor iets belangrijkers. Lunch. Nieuwe verhalen, oude edities en levensgrote poppen. Ja, het is wel duidelijk. Dit is de redactie van het weekblad Donald Duck. Mjam. Plop. Wak. Ik ben nu de strips aan het lezen die in Donald Duck Extra nummer 9 komen. Ik ben nu bezig met een cover voor een van de komende nummers. Die heb ik eigenlijk net afgemaakt. Blader, blader, blader. Is deze leuk? Ik vind het een hartstikke leuk verhaal. En die verhalen worden al jarenlang hier in Hoofddorp gemaakt. Dit is een cover met Willy in hoofdrol. Die heeft weer een of andere uitvinding bedacht. Gestoofde kool. Waar is Pieters pizzakraam? Ja, Donald is een eeuwige pechvogel. Dat vinden we stiekem toch wel erg leuk om van te genieten. Maar de eend bedenken, dat deden ze hier niet. Hij is ooit bedacht door Walt Disney als tekenfilm. In 1952 kwam het eerste Nederlandse tijdschrift uit. En sindsdien zijn er meer dan 3700 gemaakt. En het gaat niet alleen over Donald. Zijn ondeugende neefjes Kwik, Kwek en Kwak wonen bij hem. En hij werkt hard voor zijn heel rijke oom Dagobert. Donalds grote liefde is ook vaak te zien in de strip, Katrien. Maar zijn neef die altijd geluk heeft, vindt haar ook wel leuk. Guus Geluk. Op de redactie hebben ze ook zo hun favoriete karakters. Mijn favoriete personage om te tekenen is toch wel Donald? Lubas. Ik ben gek op honden. Ik denk Mickey Mouse, omdat ik zijn rubriek altijd graag teken. Dagobert van die is zo lekker onredelijk. Schofie, ik teken zijn avonturen, vandaar dat ik het meeste sympathie voor hem heb. En al hun avonturen zijn dus al 70 jaar te lezen in het blad. Daarom is er in Noordwijk een tentoonstelling gemaakt. Het is eigenlijk een loser, een mislukkeling. Maar behalve wat technologische toevoegingen in Duckstad... Ze zitten op Snootboek en op Instagram. Is Donald zelf in 70 jaar tijd amper veranderd. Het is nog steeds dezelfde eend met dezelfde pech en dezelfde opvliegendheid. En volgens de makers is dat het geheim voor nog vele jaren leesplezier. Het leven van Donald dat biedt zoveel mogelijkheden om oneindig veel verhalen van te maken... dat we voorlopig nog niet klaar zijn. De zaak was gesloten, maar er wacht alweer een nieuw raadsel. Het mysterie van de verdwenen eetlust. Bleh.